Ja, Freddy, mag ik je knieën uit mijn rug doen, alstublieft? Dat is mijn knie niet. YouTube Acer hier. Ik vertrek bijna op skireis, man. Nog 3 dagen en dan beginnen de vlogs. It's gonna be crazy. Nu, een tijdje geleden heb ik een video gemaakt over de allerslechtste Netflix-film ooit, over Awake. Het idee van deze video, en dat vertelde ik hierin ook, is door mijn goede vriend Ruben. Hij houdt van slechte kutfilms. En hij vertelt mij dan altijd daar zo leuke stukjes in zitten die helemaal niet kloppen en dat ik naar die film moet kijken. Niet alleen zijn kennis van super slechte kutfilms is groot, hij is ook verslaafd aan TikTok. Ja, ik weet ook niet hoe het kan. Op zijn For You-page, daar ben je de gekste shit. Op zijn For You-page krijgt hij enkel video's die zo 2000, 3000 views max hebben. Video's die eigenlijk nooit boven de bodem komen. Het zijn allemaal dingen van mensen die elke dag 9000 video's posten. En dat is dus perfecte content om een video over te maken. Er is gewoon één profiel die er echt van tussenuit sprong. In het uur dat we naar zijn For You page hebben gekeken gisteren, was er één profiel waarvan ik echt dacht, holy shit. What the fuck is dit, man? Het is het profiel van Freddy Donkers. Deze TikToks hebben niet veel views. En op het eerste zicht lijkt het gewoon een oudere guy die TikTok-filmpjes maakt en die heel veel post. Deze man begin. De lore van deze guy. Er zijn hele uitlegvideo's over. Hij heeft één video die viral is gegaan en dat is deze. Nee, ik zei niet allemaal, ik kon niet onzin! Voilà. Je blijft er toch over zorgen. Antwerpenaar. Ik versta eigenlijk ook niet zoveel van wat hij zegt. Maar wie ben ik om dat te zeggen? Hij maakt eigenlijk nooit TikToks alleen. Ook al zie je zijn grote kale hoofd hier altijd vooraan staan. Hij heeft altijd video's met jonge vrouwen. En dan doen die alsof dat ze zijn vriendin zijn, of ze zijn echt zijn vriendin, maar hier staat er ook op de voorkant als hij een dag weggaat met een angel. Lily, schattebal. Ik wil niet zeggen dat deze guy pedo is of zo. Misschien is dit zijn dochter. Zeg ik wat? Nee. Heeft deze guy 19 dochters? Gisteravond was hij ook aan het livestreamen met een van deze meisjes. Ze doen allemaal alsof dat ze zijn vriendin zijn. Dus of deze guy betaalt al deze vrouwen om te acteren alsof dat ze een relatie hebben met hem. En dan drinken ze alcohol met hem en shit. New Angel. Elke keer taggt hij ook al de vrouwen die angels zijn van hem. Ik denk dat dat is. Al de meisjes die meedoen aan zijn TikToks, zij zijn angels. En dan maakt hij elke keer een video waarin hij zijn nieuwe angel presenteert. En hier is dat dus Lisa. Er is een hele rare secte. Het is echt een heel raar deel van TikTok, man. Dit zijn al Freddy's en angels. In één video. Het zijn er vele. Ze hebben allemaal een patch aan met merch en zo. Het zijn duidelijk niet zijn dochters. Of hij heeft er echt heel veel. Maar dit. Oh god, man. En je kan zo blijven doorgaan. Hoe meer dat ik scroll op zijn TikTok, hoe meer van die angels dat ik zie. Misschien heeft hij heel veel fangirls. En is iedereen gewoon fan van hem of zo. Maar dit zijn echt allemaal hele jonge meisjes, man. Je zou misschien denken, dit is Dan Brazilian of zo. Ja, hij heeft superveel geld en hij koopt gekke jachten en zo. En ze kunnen allemaal in zijn grote mansion chillen. Nee, deze guy heeft de alcoholverslaving. Heel dit TikTok-kanaal draait om hij, die veel duvel drinkt. En die chillt met zijn angels. En die dan ook drinkt met zijn angels. En het is friet, geen patat. What the fuck? Er is weer iemand nieuw, dit is Angel Sarah. Als je die nu laat vallen, dan spreek ik een week niet tegen u. Deal. Angels, angels. Freddy's angels. Freddy's angels. 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 Snap ik iets niet? Mis ik iets? Er moet toch één groot ding zijn dat ik hier mis. Ik zag niet dat dit de vieze rek is. Ik zag niet dat hij vieze dingen doet met deze vrouwen of deze meisjes. Hij is niet bekend. Hij heeft niet veel volgers. En toch zijn er meer dan 60 jonge vrouwen die zichzelf Freddy's Angels noemen. Piekt, hè? Het stekt bij mij. Ik weet niet of jullie het ook voelen. Het is een beetje vies, hè? Maar in principe, hij doet niks verkeerd. Het is niet dat hij zijn tong in hun mond steekt. Of dat hij aan hun borst zit. Of dat hij zo vies aan hun zit of zo. Hij doet in principe niks verkeerd. Het is gewoon. Het is zo weird, man. Zeg, Freddy. Mag ik je knieën uit mijn rug doen, alstublieft? Dat is mijn knie niet.
Hij speelt ermee. Dat is het hele ding. Hij speelt zo met het idee. Het is alsof hij wil dat mensen hem uitschelden voor pedo. Het is alsof hij wil dat mensen zoals mij deze video zouden maken. Misschien is hij de gekste bait ooit aan het gooien en heeft hij gewoon 30 dochters. Ik zou vandaag toch graag naar iets duurs gaan eigenlijk. Iets duurs. Komt in orde, schatje. Komt in orde. En waar gaan we naartoe? No tankstation. Dan heeft hij hier weer twee nieuwe angels. Zie ik in de comments staan. Nieuwe angelkes. Mogen hier ook komen. Hij is dus een beetje de Hugh Hefner van TikTok. Hè. Alle vrouwen willen gewoon chillen met hem en TikToks met hem opnemen. Hij post op zijn Instagram dat er een meeting is op de Grote Markt van Brugge. Als ik zijn TikTok profiel zie, dan zou ik denken van, yo, er komt daar niemand naartoe. Dan denk ik, wat de fuck, tuurlijk wel. Het zit vol. Er zitten gewoon allemaal meisjes rond de tafel. Voor hem en ook jongens en zo die allemaal een t-shirt aan hebben waarop daar staat Freddy's Angels. Deze zondag, 1 augustus, het zand in Brugge. Ja, zwart. Zie dat je er zijn, mannetjes. We gaan ons amuseren, een tuveltje drinken. En... met de angels en de demons. En de zondag... demons! De demons zijn de mannelijke fans. Ik kan niks slecht zeggen. Want op het eerste zegt, hij doet niks verkeerd. Al deze vrouwen zijn duidelijk vrijwillig bij hem. Ze willen ook dat hij hun angels noemt. Ik heb het gevoel dat ik niet meer mee ben, ofzo. Ik heb het gevoel dat ik te oud aan het worden ben voor deze shit. Ik heb geprobeerd die TikTok wave te riden, maar ik kan het niet. Het is niet mijn ding. En ik snap dit niet, man. Ik wil ook een angel worden. Kan ik een bericht sturen naar deze guy? Yo, Freddy. Don't get it. En ik wil het snappen. Want het is echt een groot mysterie. Bedankt om te kijken naar deze video. Ik kan hier 1000 video's over maken, hoor. Dat ik gewoon de onderkant van de ijsberg van TikTok België en Nederland onderzoek. Hey, bedankt om te kijken naar deze video. Ik hou van je. Tot de volgende keer. Joehoe!